Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 6 maart van Weerplaza. Het was vandaag een rustige maartdag. We hadden overwegend veel bewolking, soms sprak de zon eventjes door. En het heeft allemaal te maken met een zwakke storing die van zuidwest naar het noordoosten over ons land trok. Ook met een lage drukgebied. Het is een onvangrijk gebied en het strekt zich uit van Ierland via de Britse eilanden naar ons land en het oosten van Europa. En het zorgt ervoor dat de lucht onstabiel is. Zo dus af en toe trekt er dan een zwakke storing voorbij. En af en toe een aparte kern. En daar hebben we dan woensdag later op de dag en donderdag mee te maken. Maar vanavond is het nog op veel plaatsen droog. Zeer lokaal kan er in het noordoosten van het land een spatje regen of motregen vallen. Bij een temperatuur van 2 tot 5 graden en niet al te veel wind. Vannacht is het ook tamelijk rustig. Er zijn een paar opklaringen. Lokaal kan mist ontstaan. En de temperatuur daalt tijdens opklaringen. Tot rond het vriespunt. Lokaal zou het dus ook glad kunnen worden. Daar hebben we morgenochtend vroeg dan mee te maken. Maar na een uur of negen, dan is de mist en de gladheid wel verdwenen. Zien we wolkenvelden? Het is eerst op veel plaatsen droog. Later op de dag trekt er vanuit het zuiden een storing voorbij. Met mogelijk een paar buien. En die bereiken het noordoosten van het land pas in de middag. Het wordt 8 of 9 graden bij niet al te veel wind vanuit het zuidwesten. Dan hebben we donderdag een bewokte dag met van tijd tot tijd regen of motregen en 7 tot 9 graden. Vrijdag is het een tijdje droog. Pas in de avond trekt er weer een storing voorbij. En zaterdag is het ook vaak nat. Maar wel gaat de temperatuur omhoog. In het weekend wordt het 11 tot 14 graden. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.